Motoren, motoren en motoren. En coureurs die zichzelf voorbereiden voor deze zwaarste motorstrandrace van de wereld. Het zand is zacht, heel zacht. En vooral de tijd dat je rijdt is lang. Normaal rij je 20 minuten op een wedstrijdje en nu is het 2 uur en dat doet het hem. Zometeen in het laatste uur van de finale komt er een Mystery X-loop die open gaat. Daar moet je doorheen. En daar liggen allemaal boomstammen en er ligt schijnbaar zo'n hoge metalen koker waar je eigenlijk gewoon tegenaan komt rijden. Daar moet je overheen zien te komen. Dus ik hoop dat dat ook gaat lukken, want dat is wel echt heel lastig. Nog een hapje, een laatste hand aan de motor, check van het parcours. En de onvermijdelijke muzak. En dan naar de start. Ben je er klaar voor? Ja, we gaan het zien. Je bent hartstikke rustig. Ja, je hebt er niks aan om zenuwachtig te zijn. Dus gewoon, ik zie het wel. Gewoon erachteraan rijden en we gaan het zien. Wauw, daar gaan ze. Met z'n 750'en. Wat is er leuk aan? Het geluid. Mijn vader doet mee. En dat 2 uur lang. Mitchell haalde helaas de finish niet omdat zijn motor stuk ging en Nicole eindigde als 276ste.